Veel emoties. Veel vragen uit Nederland. De coronacrisis. Het is niet niks. Maar eerst even de situatie hier. Op dit moment is het nog steeds zo dat er 3 mensen zijn gevonden die het coronavirus bij zich hebben en dus ook ziek zijn. 1 daarvan is overleden. De andere 2 liggen nog in het ziekenhuis. En er worden 60 mensen, zeg maar, gevolgd. Dat is het. En enorm veel maatregelen ook hier. Je weet natuurlijk dat bijna alle toeristen van het eiland zijn vertrokken. Dat was eigenlijk, zeg maar, de eerste stap, dat je het hele toerisme aan banden legt. Om die epidemie hier niet te laten dooretteren. Nou, stopzetten dus van het toerisme. Nou, dat was ook echt te merken. Want ik reed over de weg, jongen, en waar het altijd verschrikkelijk druk is, was het nu gewoon stil. Je zag heel weinig auto's. Ik ben zelf ook even naar het strand gereden. En op het strand waren ze de bedjes al eigenlijk in het insielen met plastic eromheen en zo. Maar een heel klein stukje waar nog wat mensen op het strand zaten. En niet veel. En dat wordt steeds minder. En tenten gaan sluiten, net als in Nederland natuurlijk hier. Ja, waarom zou je restaurant open hebben als er geen klanten meer voor zijn? Natuurlijk een ontzettende klap voor de economie van dit eiland. Maar toch is het een uitstekende beslissing. Want op dit moment zijn er nog geen nieuwe gevallen van corona hier gemeld. Ja, ondertussen zijn wij ook gewoon zelf even naar het ziekenhuis gegaan, met Rut naar... Ja, gips mocht eraf. Hij heeft nog een klein beetje last. Maar het is al een stuk beter. Het gips is eraf gegaan. Veel vragen ook uit Nederland. Ja, wanneer kunnen jullie wel terugkomen? Nou, de KLM blijft gewoon vliegen, geloof ik. In april 1-2 keer per week. En wij kunnen op dit moment nog geen contact krijgen met de KLM. Er zitten zomaar 50.000 berichten voor ons, dus we hebben het maar even gelaten. Omdat wij natuurlijk pas eigenlijk 14 april zouden terugvliegen. Dat zijn we nog steeds eigenlijk ook van plan. We denken er soms over na. We denken erover na om ook langer te blijven. Ik weet niet wat jullie zouden doen in onze situatie. We hebben natuurlijk niet daarop gerekend in ons budget. Maar wat zouden jullie doen? Dat is een leuke vraag natuurlijk die je dadelijk hieronder kan beantwoorden. Maar ik had het in het begin ook over veel emoties. En die waren en lagen ook heel dicht bij ons. Hoe zeg je dat? Bezatten! Ik heb zin om met de bezatten. Leven is kut, maar ook toch wel weer mooi. Ja. Ten eerste, de 3 Tui-meisjes, dames... Vrouwen natuurlijk, maar wij zijn altijd meisjes. Die kregen van de een op de andere dag te horen dat ze, zeg maar, binnen een paar dagen terug moesten vliegen. Hoe is het? Nou, naar omstandigheden oké. Okay. Draadje gelaten. Genoeg. Ja, het zit erop. Ik bedoel, geen gasten meer op het eiland. Dus we moeten naar huis. We moeten ook toch naar Nederland. Er is geen werk meer voor ons hier. Hoe voel je dan? Kut. Ik vind het leeg. Maar ik heb het enigszins opgeruimd. Ja? Ja. Na 1,5 jaar, dan mag je wel afscheid gaan nemen snel. Ja, en dan zit je hier al
soms anderhalf jaar. En dat is dan toch wel even een koude douche. Nu hou ik me sterk. Hoe laat moet je vertrekken? Ik denk dat we om 6:30 weggaan. Oké. Ja. Ik zie je zo. Tot zo. Dat is niet leuk. Niet voor hun, maar ook niet voor ons. Want ja, we waren superleuke buren van elkaar. En die gaan ineens, die moeten weg. Nou, we hebben natuurlijk wel, we hebben het zien aankomen. Maar ja, als het moment daar is. Godsamme zeg, dat doet pijn hoor. Dat kan ik je zeggen. Niet alleen bij mij, maar bij alle bewoners die dan hier in het resort achterblijven. En natuurlijk wordt het steeds stiller. Net als op straat, net als op het strand. Hier ook, want mensen gaan weg. Er is niet veel meer dan je kan zeggen van tegen jullie daar. Pas verschrikkelijk goed op jezelf. Hou die regels in de gaten. Wij doen het ook. We hebben flesjes gekocht met alcohol en dat soort zaken. Elke keer als we ergens naartoe zijn geweest en op een liftknop hebben gedrukt, dan desinfecteren we ons. Het is gewoon het enige wat je kan, maar wel moet doen. En afstand van mensen bewaren. Wel grappig was dat we hier de zogenaamde Bluetooth box hebben uitgevonden. Maar wel op afstand blijven. Ja. Nou, dat was mijn vlog voor deze week. En veel sterkte allemaal in Nederland. Spreken!